61% van de werkende ouders voelt zich schuldig als er geen gezonde maaltijd op tafel staat. 43.000 woningen werden vorig jaar door inbrekers bezocht. 666 is de uitkomst als je alle getallen van het roulettewiel bij elkaar optelt. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. Na dit blad komen er nog 3 afleveringen waarin het blad Zomer heet. En daarna verandert de naam automatisch weer terug naar De Vrouw, zodat de titel van deze serie ook weer helemaal klopt. Op de voorkant staat een citaat van Marlijn Weerdenburg, waarin ze zegt: "Je moet nu leven. Het kan zomaar voorbij zijn." Nog steeds als eerste weg bij het stoplicht. In zijn jonge jaren stond motorcoureur Wil Hartog, bekend als De Witte Reus. Als boomlange Westfries won in zijn kenmerkende witte motorpak veel prijzen. Nu droomt hij nog maar van 1 ding. 100 worden. 100 worden. Waarom zou je precies 100 willen worden? Je kan toch ook gewoon 103 worden? Normaal lezen we de meeste columns niet helemaal, maar maken we er 1 of 2 grapjes over. En is het dan klaar? Maar vandaag gaan we een column helemaal lezen. Namelijk de column van Maaike Timmermans. Want Maaike Timmermans is presentatrice van Omroep WNL en bekend van het programma Goedemorgen Nederland. En vandaag willen de lezers van dit blad toevallig weten wat haar bezighoudt. De column begint ook echt fascinerend met: "Ik zou heel graag willen kennismaken met de bedenker van de elektrische vliegenmapper." Dan vraag je je af, waarom wil jij kennis maken met de bedenker van de elektrische vliegenmapper? En het antwoord daarop is het niet fantastisch als je iets kunt bedenken wat het leven van de mens, niet zozeer van vlieg of mug, op bloedhete zomerdagen een stuk draaglijker maakt? Het grootste voordeel van het ding is dat je een insect kunt doden zonder een vlek op de muur te veroorzaken. Wauw, de elektrische vliegenmapper. Mag ik even een applaus? De bedenker van de elektrische vliegenmapper wint een vies chipzakje uit de kantine. Een nog leuker pluspunt is dat ik mijn vredelievende man zie veranderen in een soort oermens uit de tijd van jagers en verzamelaars. Hij zwiept in een razend tempo met zijn mapper door het huis en slaat zichzelf nog net niet als een gorilla op de borst zodra hij een vlieg naar de hemel heeft geflitst. Oké, het eerste wat ik denk als ik dit heb gelezen is: oké, hoi. Het tweede is: een oermens uit de tijd van jagers en verzamelaars. Ik weet niet uit welke tijd je anders een oermens wilt halen, maar volgens mij komen zowat alle oermensen uit de tijd van de jagers en de verzamelaars. Zijn triomfantelijke blik wordt door de andere gezinsheden met een luid hoppa beloond. Ook zonder publiek doet hij trouwens zijn best. Laatst kwam ik thuis en nog voordat ik de deur achter me had dichtgetrokken hoorde ik hem roepen: "Ik heb er al 8. Ik vraag me af dus hoe oud. Ja, het is een beetje alsof je een kind voor het eerst met een vliegenmapper: "Ik heb hem bijna!" Ja. Gisteren trof ik hem teleurgesteld aan. Zijn elektrische vliegenmapper was uit elkaar gevallen en deed niks meer. Hij had te enthousiast jacht gemaakt. Het werd een verdrietige avond. Oké, als je je door dit soort dingen laat leiden, dan ben je wel echt een hero. Maar ja, gelukkig zijn die dingen, hoe duur zou dat zijn? 25 euro of zo voor zo'n elektrische vliegenmapper. Ook leuk is tegen je neus een keer zo'n ding houden. De succesvolste uitvinders moesten meestal eerst tegen een veel volkomen probleem aanlopen om vervolgens een briljante, vaak doodsimpele oplossing te bedenken. Ik vraag me dan af naar welk probleem de Kalashnikov is uitgevonden. Oké, dat was de column wel weer. Ik ben er nu alweer klaar mee, dus ik ga verder lezen. Niet iedereen telt de dagen tot de koffers kunnen worden gepakt. Deze mensen vieren liever thuisvakantie. Alles bij de hand, je eigen bed, geen file stress. Dat is pas ontspannen. Nou, aan de ene kant denk ik van: ja, ik kan het wel een beetje begrijpen. Maar aan de andere kant denk ik ook van: iedereen, en dan ook echt letterlijk iedereen, is wel eens een week thuis in een vakantie. Volgens mij gaat niemand 12 weken per jaar gewoon alleen maar op vakantie.
Dus volgens mij is het juist heel leuk als je dat kan afwisselen. En bijvoorbeeld na een vakantie waar je echt een week lang niks hebt gehad, kan denken, oh, gelukkig zit ik nu weer thuis. Dus ik denk juist dat op vakantie gaan soms ook wel een positieve invloed op je kan hebben ofzo. Dan heb je dit nog, dit mooie citaat. Al die ellende gaat aan ons voorbij. Peter en Ria uit Helmond gaan nooit op vakantie. De Tour de France op tv kijken. Dat is voor hen het ultieme zomergevoel. Oké, zo wil ik echt nooit eindigen. Dat moet ik even zeggen. De Tour de France op tv kijken, als dat het ultieme zomergevoel is. Waarom wil je dan überhaupt nog vakantie hebben? En ik weet niet of jullie het doorhebben, maar we hebben deze hele aflevering Gerard gewoon gestipt. Dus jongens, even een eerbetoon, een korte ode. Oké, dat was weer genoeg voor vandaag. Dan gaan we verder. Wie Delft bezoekt, mag het oude centrum niet overslaan. Maar de stad van Delftse Blauw en Vermeer heeft ook een mooie, verrassende natuur. Oké, mooi. Dit is de Rondje Nederland rubriek. En daarin behandelen ze elke keer een soort stad of dorp of zo. En dan worden daar een paar dingen over verteld van wat daar allemaal zo goed aan is. En er staat ook altijd hoe je er komt. Dus ik zal jullie even vertellen van, mocht je nu naar Delft willen, zo kom je er. Delft ligt op een uur rijden van Amsterdam en Utrecht. Vanaf beide steden is de stad makkelijk te bereiken via de A4 en A12. Ook met de trein ben je er binnen een uur. Het Centraal Station ligt tegen het centrum aan. En binnen 5 minuten ben je in de binnenstad. Met de tram, bus of Delft City Shuttle verplaats je je makkelijk naar verder gelegen gebieden. Fietsen kun je in de meeste gevallen bij het hotel of de VVV huren. Gefeliciteerd, zo kom je er. En daar kan je dan 2 dagen lang in een all-inclusive slapen. Waardoor je één keer een overnachting krijgt. Een ontbijtbuffet. Een 15% korting op een diner in een restaurant. Ook gewoon 15% korting in een diner. Normaal heb je bij een hotel ook gewoon een plek waar je 's avonds kan eten. Maar in plaats van dat zij denken, nou, het lijkt me verstandig dat we gewoon zelf een restaurant hebben. Nee, je krijgt 15% korting bij een ander restaurant. Dan gaan we nog even de recensie van Lunchen tussen de Kippen kijken. Want Lunchen tussen de Kippen, dat is een plek waar je kan eten. En dat is dus echt super leuk. Het lijkt me wel handig, want dan heb je wel echt verse kipnuggets elke keer. De pluspunten ervan zijn dat de tuin uitzonderlijk mooi is. En zelfs als alle tafels bezet zijn, het nog steeds niet heel druk voelt. Er grote porties zijn en een leuk speeltuintje voor de kinderen. Nou, het klinkt als dé perfecte plek om heen te gaan. Maar er zijn ook minpunten. De minpunten zijn bijvoorbeeld, reserveren is niet mogelijk. En je moet zelf je eten ophalen en de vuile vaat weer naar binnen brengen. Echt, als er 2 dingen mij niet boeien bij een restaurantkeuze, is het of reserveren mogelijk is en of je zelf even je bord binnen neerzet. Want dat is toch vrij logisch. En dat het daarom dan 3 minpunten krijgt, snap ik niet helemaal. En dat was alweer deze woensdag aflevering van Mannen Leest de Vrouw. En dan zie ik jullie allemaal weer komende woensdag bij een gloednieuwe aflevering van Mannen Leest de Vrouw. Tot later! Ook zonder publiek doet hij trouwens zijn best. Laatst kwam ik thuis en nog voordat ik de deur achter me had dichtgetrokken hoorde ik hem roepen, ik heb er al 8.